De tip van deze maand gaat over het slimmer invoeren van gegevens met het programma Excel. Normaal gesproken, als je gegevens invoert, selecteer je de cel, je typt in dit geval de tekst en bevestigt dat met Enter. Getallen idem dito. Als je nou in dezelfde kolom een tekst typt die al eerder voorkomt, dan zie je dat automatisch aanvullen ervoor zorgt dat ik nu verder, als ik Amsterdam nodig heb, alleen nog maar op Enter hoef te drukken. Heb ik niet Amsterdam nodig, maar iets anders wat er veel op lijkt, dan typ ik gewoon door. En zodra als de tekst anders wordt, zal hij dat automatisch aanvullen verwijderen. Als ik nou Amstel nodig zou hebben, dus niet Amstelveen, maar Amstel, moet ik nu op Delete drukken om het laatste stukje weg te halen. Ik kan in zo'n kolom ook altijd met mijn rechter muisknop klikken en kiezen voor uit vervolgkeuzelijst selecteren. Dan zie je dat hij alle teksten uit die kolom laat zien en kan ik daar eventueel een selectie uit maken door te klikken. Een andere manier van gegevens invoeren is wat ze noemen automatisch doorvoeren. Veel mensen kennen dat van een formule. Hier staat een formule. Die moet naar deze cel gekopieerd worden. Dat kun je doen met de zogenaamde vulgreep. Die trek je naar beneden. En als je iets te ver doorgetrokken hebt, zoals nu, dan kun je hem ook weer naar binnen toe doen. En zo heb je de boel gekopieerd. Als er een tekst staat in een cel, kan dat ook. Bij een tekst zal die ook de boel kopiëren. Bij een getal zal die dat ook doen. Maar je ziet direct na het kopiëren verschijnt er een knopje, opties voor automatisch doorvoeren. En zolang dat knopje er staat, kun je zien hoe die doorgevoerd heeft, maar je kunt het ook wijzigen. Excel heeft een aantal bekende reeksen. Als ik bijvoorbeeld een maandnaam invoer en ik gebruik de vulgreep, dan vult hij dat aan met de maanden van het jaar. Bij een dag vult hij dat aan met de dagen van de week. En je ziet dat hij dan bij dat doorvoeren ook de opmaak, in dit geval het randje rondom het woord donderdag, mee kopieert of mee aanvult. Met dit knopje kun je dan eventueel zeggen, ik wil het doorvoeren zonder dat de opmaak meegenomen wordt. Als er een datum staat en je gebruikt de vulgreep, dan zal die iedere keer een dag verder gaan. Maar bij een datum heb je in dit knopje nog een aantal andere opties. Dit is in feite wat hij doet, hè? De dagen doorvoeren. Je kunt ook kiezen voor jaren doorvoeren, maanden doorvoeren of weekdagen doorvoeren. Je ziet, dan slaat hij de zaterdag en de zondag over. Wil je een andere interval dan één dag, dan kun je bijvoorbeeld ook dit doen. Twee cellen, de begindatum en de volgende datum. Dan heeft Excel wel in de gaten dat hij stapjes moet maken. Dat stapjes maken kun je ook op deze manier gebruiken. Kwartaal 1 loopt van januari tot en met maart. Ik heb het hier de tekst staan en twee lege cellen. Met die vulgreep kan ik nou op deze manier ook die kwartaalgegevens doorvoeren. Als ik doorvoeren doe met mijn rechtermuisknop, dan laat hij direct na het loslaten een menutje zien en kan ik direct een keuze maken. En bijvoorbeeld de reeks doorvoeren. Je ziet, dan verschijnt er niet zo'n knopje. Even terug naar de formule. Als ik deze formule, ik maak dit even leeg, ga doorvoeren, dan kun je ook dubbelklikken gebruiken. En dubbelklikken betekent dat hij net zo ver doorvoert als de kolom ervoor ook gevuld is. Met name in grote lijsten kan dat erg handig zijn. Een handige tip wellicht over het verplaatsen. Ik wil dat deze kolom inclusief BTW en BTW, dat die omgewisseld worden. Normaal gesproken maak je dan een lege kolom tussen B en C. Daar verplaats je dan met knippen en plakken die inclusief BTW. Die zet je daar dan neer en dan ga je vervolgens die D-kolom weghalen. Dat kan ook sneller. Je selecteert de D-kolom. Je gaat op het randje staan met je muisaanwijzer. Deze muisvorm krijg je dan. En nu druk ik de Shift-toets in en die houd ik ingedrukt. Sleep ik nu met mijn muis, dan zie je hier een verticale streep staan. Laat ik nu eerst mijn muisknop los, dan de Shift-toets, dan zie je dat die twee kolommen omgewisseld zijn. Wellicht ook handig om te weten. Transponeren.
Dat is ook zo'n handigheidje. Ik heb hier de namen van de maanden en de omzetcijfers erachter. Maar eigenlijk wil ik dat graag dat de namen van de maanden in een rij komen en die omzetcijfers daaronder. Met knippen en plakken is dat een hoop werk, maar met transponeren is dat zo gebeurd. Je selecteert de gegevens, je kopieert ze, je geeft aan waar het moet komen, begincel is voldoende en via de lijstknop bij plakken kun je dan kiezen voor transponeren. En je ziet al wat er gebeurt als ik het aanwijs. Wat de eerste kolom was, wordt de eerste rij enzovoort. Ik hoef nu alleen nog maar deze gegevens te verwijderen, bijvoorbeeld op deze manier. En dan heb ik de boel omgedraaid. Tot zover de tip van deze maand. Tot de volgende maand.